Tesla maakte afgelopen woensdagavond hun kwartaalcijfers bekend van het vierde kwartaal van 2021 en persoonlijk vond ik het best wel goede cijfers. De markt daarentegen keek daar heel anders naar, want we zagen gisteren het aandeel Tesla op de beurs 11,5% onderuit gaan. Dus daarom wil ik in deze video gaan kijken naar die kwartaalcijfers, ook even naar de grafieken en de ontwikkelingen van het bedrijf en tenslotte een waardering maken voor het aandeel om te kijken of het nu ook kopwaardig is bij de huidige koers. Dus laten we beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een PassiefInkomen.nl. op dit kanaal Werk we aan een toekomst met meer vermogen en meer vrije tijd. En Tesla is, zoals je waarschijnlijk al weet, mijn grootste positie nog steeds. Uh, op dit moment heb ik 100 aandelen van Tesla. Het waren er een maand of drie, vier geleden 125, maar ik heb 175 moet ik zelf zeggen. Maar ik heb eerst 25 aandelen verkocht voor 1140 dollar en vervolgens nog een keer 50 aandelen bij 1000 dollar. Dus nu, op dit moment, denk ik, ja, dat is een goede verkoop geweest. Het is ook even anders geweest toen de koers weer richting de 1200 dollar ging. Maar juist daarom kijk ik natuurlijk altijd uit naar de cijfers van Tesla, omdat het nog steeds mijn grootste positie is. Maar ook gewoon omdat ik het heel erg interessant vind. In deze video ga ik natuurlijk wel zo proberen zo objectief mogelijk te zijn. Al weet ik niet of dat helemaal gaat lukken vanwege mijn positie. Dus neem dat even mee in je achterhoofd zeg maar terwijl we gaan kijken. En laten we dan over gaan stappen naar de kwartaalcijfers van het laatste kwartaal. Het vierde kwartaal van 2021. En deze kun je trouwens ook zelf bekijken op de website van Tesla. ir.tesla.com En nou wil ik in deze video niet al de, alle sheets gaan behandelen. Het is gewoon te veel informatie. Maar ik wil er juist een paar belangrijke sheets, een paar belangrijke onderdelen juist uithalen. Als we ten eerste gaan kijken naar de highlights en eigenlijk de, de samenvatting hier rechts, dan zijn denk ik de twee eerste alinea's heel belangrijk voor het beeld wat Tesla nu zelf heeft. Maar ook denk ik voor de toekomst, voor de markt. We zien dat uh, 2021 een breakthrough year was, oftewel echt een, een jaar met een flinke doorbraak. Tesla is niet langer. Uh, ja, het is niet langer in twijfel: van is het mogelijk om auto's te maken, elektrische auto's, en ook nog eens uh, winstgevend deze auto's te maken? Het is inmiddels wel gebleken dat dat mogelijk is, zegt Tesla. Uh, de aantal leveringen is met bijna 90% toegenomen in 2021. En ze hebben ook de hoogste uh, kwartaal uh, operating margin behaald onder alle autofabrikanten die tenminste een behoorlijke basis aan ja, grote volumes draaien, laten we het zo even zeggen. En wat daar dan uit blijkt is dat het eigenlijk gewoon mogelijk is dat elektrische voertuigen ook nog meer winstgevend kunnen zijn dan auto's met een de verbrandingsmotor. Denk ook een heel belangrijke opmerking hierin op basis van de data die Tesla dan zelf uh, beschikbaar heeft of heeft gevonden bij concurrenten. Uh, daarnaast voegen ze ook nog toe dat ze eigenlijk een netto winst hadden op gapbasis van 5,5 miljard. En uiteindelijk ook 5 miljard aan free cashflow hadden vorig jaar. Dus ik denk dat dat, ja, ondanks de flinke investeringen die ze hebben gedaan. van 6,5 miljard in nieuwe fabrieken en andere investeringen. dat ze ondanks dat dus nog steeds heel veel winst hebben weten te maken. Heel belangrijk, denk ik, dat het, ja, zoals Tessa zelf ook wel opmerkt. echt een heel belangrijk jaar is geweest. om ten eerste een grote stap te maken in de volumes, maar ook toch te laten zien dat dat gewoon. ...tegelijkertijd kan door uh, marges te verbeteren en juist ook winst te maken dus. Gesproken over marges en winst maken, dan kunnen we hier uh, links vooral kijken. De operating income die was in het laatste kwartaal 14,7%. Iets hoger dan het kwartaal daarvoor. En als we gaan kijken naar de auto's op zich... ...dan hebben ze een gross oftewel een bruto marge van 30,6%. Dat is inclusief die uh, emissiedingen die ze zeg maar krijgen van concurrenten als we dat eruit halen... 29,2 heel erg goed vergeleken met andere autobouwers die vaak zo onder in de 20 zitten als ze geluk hebben. Of juist dan nog onder de 20 hangen is dit denk ik heel erg goed. En we zien ook een stijgende trend hier trouwens in. Gaan we straks even naar kijken ook nog. En zoals we al wisten, ze hadden zeg maar 936.000 auto's gemaakt en geleverd vorig jaar. En als we het vierde kwartaal gaan kijken en dat doortrekken op jaarbasis, zou dat 1,2 ,2, miljoen auto's per jaar zijn. Maar er komen de komende tijd natuurlijk twee nieuwe fabrieken bij. Dus de verwachting is dat het in 2020... Mijn verwachting is denk ik 1,5 tot 1,7 miljoen auto's die ze denk ik wel kunnen gaan produceren dit jaar. Kijken we dan naar de volgende sheet. Um, dan gaan we alleen even kijken, we zien de omzet flink stijgen met 71%. Het vierde kwartaal ten opzichte van het vierde kwa kwartaal van 2020. En dit is minder dan de, de volumestijging zeg maar. We zagen het aantal auto's toenemen met 87% en de omzet met 71%. Dat is in ieder geval wel iets ook om ja, rekening mee te houden dat naarmate ze meer auto's maken, ze misschien de prijs ook wel kunnen veranderen. We zien dus wel dat de, de gross marge, de bruto marge, nu 30,6 is. Flink hoger dan de 24,1 vorig jaar, maar niet zo heel veel verbetering ten opzichte van het vorige kwartaal. Dat is ook iets wat ze zeiden in de conference call van hetgene waar Tesla nu nog vooral mee heeft te maken is we zijn niet ja, gelimiteerd door de vraag. Er is genoeg vraag, er zijn genoeg orders, maar het is vooral hoeveel chips kunnen we krijgen en hoeveel auto's kunnen we daarmee bouwen. Dus ook altijd belangrijk om in het achterhoofd te houden. Wat zometeen wel op gaat vallen, uh, we zien zeg maar, de omzet flink stijgen met 70%, maar we zien ook de kosten flink stijgen met 50%, de operating expenses van zeg maar, 1,5 miljard. 2,2 miljard. Een belangrijk gedeelte daarvan is SG&A. Gaan we daar straks even naar kijken. En uiteindelijk is het gewoon heel belangrijk dat het bedrijf dus een flinke cashflow heeft. Een cashflow heeft ja, flink zien verbeteren zelfs. 5 miljard, ongeveer iets meer dan 5 miljard in het hele jaar. En 2,7 miljard, 2,8 miljard was in het vierde kwartaal. Wat natuurlijk altijd een goed kwartaal is voor automakers. Kijken we dan naar een samenvatting van de financiële gegevens. Dan zien we dat de totale omzet 65% is gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Dit komt vooral door. Toename in het aantal auto's en ook toename van groei in andere onderdelen. Want Tesla doet natuurlijk meer dan alleen auto's, al is het voornamelijk nog steeds een autofabrikant. Als we dan gaan kijken naar de uh, winst eigenlijk, dan is het ten eerste dat ze de kosten per auto hebben weten te verlagen. Ja, ondanks, um, ja, misschien moet ik ook wel zeggen, natuurlijk zijn misschien kosten wel gestegen, maar ze zijn ook in staat geweest om juist afgelopen jaar prijzen te verhogen van auto's. Dus omdat je dan een hogere verkoopprijs hebt die misschien... Ervoor zorgen dat je gewoon de extra kosten die je maakt om ze te maken daarmee compenseert, of misschien juist wel extra marge maakt. Is dat natuurlijk heel erg positief voor de winstgevendheid. Natuurlijk, wederom meer auto's geleverd. Maar ik denk ook een heel belangrijk onderdeel. wat ik straks ook al zei. de SGA is toegenomen. We zagen uiteindelijk. of daar gaan we zo meteen nog even kijken. dat het ongeveer met een half miljard toeneemt. 500 miljoen. Maar 340 miljoen daarvan. Is, heeft eigenlijk te maken met een bonus. die Elon Musk heeft ontvangen. al in 2012. of de regels die toen zijn opgesteld. dat hij vergoedingen krijgt. naarmate Tesla. bepaalde milestones uh, bereikt. Nou, dan krijgt hij aandelen. en dan moet natuurlijk. Iets overbetaald worden, wordt belasting overbetaald, omdat het als een soort van salaris wordt gezien. Um, dus die stijging van 500 miljoen, is van een flinke stijging als zeg maar 50% geloof ik ongeveer, of iets minder. Maar dit is dan wel weer bijna um, ja, het grootste gedeelte daarvan is gewoon eenmalig. Dit is niet dat het volgend jaar nog een keer terugkomt. Denk ook heel belangrijk om te zien. En als wel negatief is, maar wat wel te verwachten was, dat doordat eigenlijk de, de materialen die ze hebben. De, de grondstoffen, de logistiek, eigenlijk alles is duurder geworden de afgelopen jaren. En dat heeft natuurlijk juist een negatieve impact op de winstmarges die ze maken. Dan komen er vervolgens nog heel veel sheets met cijfers, productieaantallen, uh, heel veel informatie over de fabrieken. Dat het ja, langzaamaan toch steeds de capaciteit toe gaat nemen. Dat het eigenlijk nu in Amerika in Fremont al op 600.000 zit. In Shanghai boven de 450.000. Dat Berlijn en Texas dus er eigenlijk aan zitten te komen. Zullen dit jaar productie gaan draaien. Zal nog niet de volledige capaciteit zijn. Maar het neemt in ieder geval. Ja, het weegt wel weer mee. Het zorgt gewoon voor dat de totale capaciteit toeneemt. Uh, full self-driving is natuurlijk iets. Elon Musk zei dat volgens mij ook in de, in de conference call. Dat dit jaar 2022 het jaar is waarop ze dat eigenlijk ja, weten te, te bereiken. Dat full self-driving uh, eindelijk uitgerold kan worden, dat het helemaal perfect werkt. Tenminste, zo kwam het over. Tegelijkertijd weten we gewoon dat de verwachtingen die Elon Musk heeft niet altijd realiteit zijn. Hij zit er nog wel eens een, een jaar of twee jaar, jaar naast, zeg, zeg maar. Um, we zien wel dat het gewoon. Dat ze daar wel flinke stappen maken. Dus um, ik ga het niet zo hard meewegen zeg maar, in mijn waardering straks. Maar waar ik vooral naar wil gaan kijken is de outlook van het bedrijf. Wat verwacht het bedrijf zelf voor de komende tijd? Natuurlijk heel belangrijk om zometeen ook zelf onze waardering te maken. En Tesla zegt nog steeds dat over meerdere jaren in de toekomst ze nog steeds verwachten dat het, zeg maar, de groei van het aantal voertuigen zo'n 50% per jaar is. Dat is heel belangrijk. Ze hebben genoeg geld achter de hand om eigenlijk hun... Ja, roadmap te doen, product roadmap... oftewel de, de producten die de komende jaren... op de planning staan uit te voeren... Uh, bedrijf uit te breiden... andere plannen die ze hebben... en dat ze zelfs denken dat ze ook de winstmarges... uiteindelijk daardoor kunnen gaan verbeteren. Dat is heel belangrijke punten om mee te nemen... in onze, uh, in onze waardering zometeen. En dan tenslotte nog even deze laatste sheet... wat betreft cijfers, want het ging dus straks... over de SG&A, Selling, General... en Administrative Costs... zijn dat eigenlijk uitgaven die ze hebben... Die waren dus wel flink toegenomen van zeg maar een miljard naar anderhalf miljard. Maar hier valt dus die 340, 350 miljoen in voor die ja, kosten die hebben gemaakt vanwege die aandelen die Elon Musk heeft gekregen. Dus dan valt de stijging denk ik wel wel, wel mee. Zeker als je het af gaat zetten ten opzichte van um, de kosten of ja, de omzet die ze eigenlijk hebben gemaakt. Dus dat is in ieder geval wel iets belangrijks om in de gaten te houden. Um, zijn... Als er omzet stijgt is het natuurlijk altijd belangrijk om te kijken. Maar ook als de kosten stijgen. Maar juist bij kosten stijgen is het een eenmalige kostenpost. Of is het een blijvend iets wat in de kosten iedere keer terugkomt. Ieder kwartaal. Ik zag op het uh, kanaal van Rob Mauer. Uh, Tesla Daily. Die had hier ook ja, een stukje aangewijd. zeg maar. En als je dan gaat kijken wat de impact daarvan is... en als je die eruit haalt, die kosten... dan wordt natuurlijk de winstgevendheid in één keer een stuk beter... want er worden minder gekosten gemaakt op dezelfde, op dezelfde omzet. En dan zou je zien waar ze hieronder... Uh, de winst per aandeel nu 2,30 is of 2,05 dollar... dat dat zou stijgen naar 2,5 dollar en 2,30 dollar... Dus ja, in één keer een heel ander beeld krijg je dan van een aandeel. En zeker als je daar een multiple op gaat toepassen... dat krijg je een ja, totaal ander beeld. Ik geloof zelfs als je het vierde kwartaal dus uh, dan op jaarbasis doortrekt... met die kosten eruit gehaald... dat Tesla op een PI-multiple uit zou komen van rond de 80. Totaal ander beeld dan zonder die kosten rond de 113. En dat is weer totaal anders dan waar het nu staat, zeg maar. Dus dat is hopelijk iets wat we mee kunnen nemen voor de toekomst... wat we een beetje een verwachting kunnen maken... Kijken we even kort naar de grafieken van Hypercharts. Zij hebben de data al wel bijgewerkt. Mijn eigen tool heeft er nog niet, omdat de cijfers nog niet bij de SEC officieel zijn ingediend en gepubliceerd. Dus op dat moment, als dat geverifieerd is, komen de cijfers ook bij mij op de site bekend. Uh, kijken we op jaarbasis zien we wel vorig jaar een flinke stijging, dus naar die uh, 930. Uh, duizend auto's die ze hebben geproduceerd. Zoals gezegd, mijn verwachting is het komende jaar... dat dat wederom makkelijk 50, 60% procent erbij kan komen. Zeker met de nieuwe fabrieken in Berlijn en Texas. Dus richting de anderhalf miljoen. Auto's zijn nog wel steeds het meest belangrijke. De meeste omzet komt uit de auto's. Ook al wordt energie wel iets belangrijker... en ook services wordt wat uh, belangrijker. Um, ik weet eigenlijk alleen nog niet of software nou bij services hoort... of bij de auto, want je kunt de, um, aan de ene kant... FSD bijvoorbeeld nu al kopen als je een auto koopt, maar je kunt het na de hand ook eventueel voor kiezen om het als maandelijks bedrag te betalen. Dus um, ik denk wel dat auto's dus aan de ene kant belangrijk zijn, maar dat software juist een heel belangrijk onderdeel gaat worden in de toekomst. Gaan we verder kijken en dan vooral eigenlijk uh, de netto winst, die zien we dus 5,5 miljard. Tweede jaar op kalenderjaar zeg maar dat Tesla uh, volledig winstgevend is. De jaren daarvoor waren ze nog verlieslatend. En als we gaan kijken naar de marges, zien we die wel verbeteren. We zagen dus eigenlijk al dat het vierde kwartaal heel erg goed was, maar hier op uh, jaarbasis zien we eigenlijk weer een verbetering sinds 2019. Uh, ik denk ook wel dat het heeft te maken met dat ze inmiddels een extra fabriek, fabriek hadden. Productie omhoog is gegaan, kosten per auto weten te kunnen verlagen. Um, en nu zien we hem dus stijgen naar nu zo'n uh, netto winstmarge van 10,2% in het afgelopen jaar. Dat is ook iets waar we zo meteen rekening mee houden als we de waardering gaan maken. Ten slotte kunnen we onderaan nog gaan kijken naar de cash die ze hebben. En die is dan wel iets afgenomen van 19,4 miljard in 2020 naar zo'n 17,6 miljard afgelopen jaar. Maar op zich valt de daling wel mee, zeker als je gaat denken dat ze dus 6,5 miljard hebben geïnvesteerd in nieuwe, nieuwe fabrieken, nieuwe productielijnen. Um, en dan alsnog hebben ze genoeg geld om ook de komende jaren nog volop te blijven investeren. Ik denk dat dat nog steeds heel belangrijk is voor Tesla. Ze hebben al enorme stappen gemaakt, maar er is nog steeds zoveel vraag naar hun producten. De markt gaat nog zoveel groter worden uh, dat ondanks dat ze misschien hetzelfde marktaandeel houden qua percentage, de markt zoveel groeit dat Tesla echt wel productiecapaciteit nog nodig heeft ook de komende jaren. Dus laten we daarom ook juist een waardering maken op basis van onze eigen verwachtingen. Dat doe ik via beleggertools.nl, de website die ik heb gemaakt om aandelen te onderzoeken, te analyseren en dus om te waarderen. Um, dit zijn mijn verwachtingen. Je kunt het ermee eens zijn of niet. Laat het al vooral ook weten in de reacties onder deze video. Want mijn verwachtingen voor dit bedrijf zijn misschien anders dan jouw verwachtingen. Ik wil niet zeggen dat ik het per se goed heb of fout heb, maar het is zo, zeker wel interessant om te horen hoe jij erover denkt, waarom jij anders over denkt. Dus laat dat vooral weten in de reacties dus. Uh, de omzetgroei heb ik op 35, 40 en 45 procent staan. En dit is dan op basis van de uh, 7 jaar. Ik zit hier net achter mij, maar een analyse voor de komende 7 jaar wil ik maken. Um, dat is minder dan de 50 procent groei die Tesla voor ogen heeft. Maar Tesla heeft het over het aantal voertuigen dat ze maken. Zelf denk ik ook dat de prijs per voertuig de komende tijd gaat dalen. Naarmate er meer volume komt, zullen prijzen dalen. Tesla eh, ja, staat bekend om als het goedkoper kan maken. dan zullen ze ook het voordeel aan de klant geven. Dus niet alle winst zullen ze zelf houden. Aan de andere kant, ze zullen wel met meer nieuwe producten komen, of dat nou. Eh, Opslag is van energie, zonnepanelen, software waarschijnlijk. Dus als we dat al een beetje meerekenen, ga ik gewoon iets lager zitten dan de 50%. En dus tussen de 35 en 45% groeit per jaar. De netto winstmarge um, de laatste vier kwartalen, zonder het vierde kwartaal van 2021, was dit 7,3%. We zagen net al bij hypercharge dat het 10,2% is. En ik verwacht ook dat de marges gaan verbeteren. Zeker nu de basis er is, de volumes er zijn. En er misschien ook wel in de toekomst juist meer software, meer services komen waar de marges sowieso hoger liggen. En daarom ga ik uit van in de jaren 15, 18 en 21 procent. De free cashflow iets lager, 13, 15, 17 procent. De geplaatste aandelen. Ging altijd uit dat Tesla niet zo heel veel geld meer nodig had. om bijvoorbeeld te investeren in nieuwe fabrieken. Dat klopt wel, maar we hebben nog wel steeds te maken dat Elon Musk nog steeds aandelenpakketten kan ontvangen. als Tesla het ook goed doet in de toekomst. Ook personeel zal nog steeds aandelen ontvangen. Dus daarom ga ik er ook vanuit in de toekomst dat er nog steeds 7, 5 of 3 procent meer aandelen per jaar bijkomen. Um, per jaar dus. En dat is negatief als aandeelhouder zijnde. Komen we bij de PE-ratio. Die heb ik ingevuld tussen de 18 en 24. En dit is stukken lager dan um, ja, we zouden kunnen verwachten op dit moment. Zoals gezegd, trek je het vierde kwartaal door, kom je rond de 120 uit. Haal je de... Eenmalige kosten van Elon Musk, die 350 miljoen eruit, zou je al richting de 80, 90 gaan. Maar dat is altijd nog een stuk ja, veel hoger, veel te hoog in de toekomst als we zeven jaar vooruit gaan kijken. Ik denk, als het bedrijf dan zo is gegroeid dat beleggers ja, gewoon een redelijke waardering doen, uiteindelijk misschien iets hoger, maar dan oké, okay, dan zijn we wat defensief met onze waardering geweest, is alleen maar positief. Dan tussen de 18 en 24, dus en hetzelfde geldt de free cashflow. Het gewenste rendement, omdat ik Tesla toch wel iets inschat als een wat hoger risico. Uh, 12% in plaats van de 10% die ik normaal zou kiezen. Dus ik wil 12% rendement per jaar op deze investering als ik hem zou maken. En het eindeloze groeipercentage heb ik dan ook iets naar boven bijgesteld. Niet langer 3%, maar 5%. Want ik denk ook zeker dat Tesla na deze 7 jaar makkelijk nog wel met 5% per jaar kan groeien. Klikken we dan op analyseer en gaan we naar beneden scrollen. Dan zien we dat. In de base case, het middelste scenario, ik denk het meest voor de hand liggende, zeg maar, dat dan een prijs die we nu zouden willen betalen op basis van de multiples net iets onder de 700 dollar per aandeel is, of op basis van de discounted cashflow iets boven de 420 dollar. Dat is altijd nog stukken lager dus dan de huidige koers van zo'n uh, 830 dollar. Nou zou je nog kunnen denken, laten we ook gewoon 10% rendement pakken, want een los aandeel is een los aandeel. Gaan we dan analyseren, dan zien we dat de bedragen veranderen. Tussen de 780 aan de hoge kant. of 630 aan de onderkant. En kijken we dan tenslotte nog even naar de koers. Dus het koersverloop. Um, dan zien we dat we nu flink gedaald zijn. Gisteren, dus zo'n 11,5% eraf. Vandaag stonden er, we, geloof ik, al een beetje in de plus in de voorbeurs. Maar de koers die wij zagen. zat zo rond de 780 in het hoogste geval. Um, ja, 420 in het laagste geval. Maar ik zou eerder ook denken aan de, de steun en weerstand. die we hier ook wel een beetje zien in de grafiek tussen de 550 en 700 dollar dat dat eventueel um, ja ook wel punten zijn waarom mogelijk interessant wordt op basis van mijn verwachtingen nu in ieder geval om eventueel bij te kopen of ik het ga doen weet ik niet omdat juist Tesla al een zo'n grote positie is voor mij maar in ieder geval bij de huidige koers en als je ook gaat kijken weten we dit niet vol te houden dan zullen we op de grafiek zien dat we al vrij snel weer richting die 750 dollar of 800 dollar dalen. Dus ik wacht het zeker nog even af en mogelijk pas in de toekomst, als we echt weer onder die 700 dollar komen, dat ik echt weer denken um, of ik bij ga kopen of ik uit ga bereiden. Maar dat is dus mijn kijk op de cijfers en ook mijn waardering voor het aandeel van Tesla. De cijfers, zoals gezegd, waren eigenlijk best wel goed. Het enige negatieve eventueel is dat Tesla wel wat twijfels heeft over het komende jaar. Uh, je ziet dat ze in de conference call zeiden van ja, we zijn niet langer gelimiteerd per se. Door de vraag, dat was al langer niet. Maar we zijn nu eigenlijk gelimiteerd wat we kunnen maken door de chips. De leveringsproblemen zijn nog steeds een belangrijke rol. Blijven ook een belangrijke rol spelen waarschijnlijk in dit jaar. En we zagen ook dat, misschien dat dat ook wel meespeelt in die daling van 11,5%. Dat eigenlijk Tesla zegt van, we gaan dit jaar geen nieuwe modellen lanceren of produceren. Ik zie dat niet per se als negatief. Want als Tesla gewoon genoeg productie kan draaien van de Model 3, de Model S, de Model X en de Model Y. Waarom zou je dan per se nieuwe modellen gaan doen die misschien moeilijk zijn? Uh, waarom zul je niet gewoon nog een jaar draaien met producten waar je wel al heel veel ervaring mee hebt, die ook gewoon winstgevend zijn? Dus ik zie dat niet per se als een nadeel, maar. Iets wel, wel ja, wat beleggers tegenvalt. Juist omdat je ook altijd wel richting de toekomst kijkt en uitkijkt waarschijnlijk naar nieuwe producten. Maar zoals gezegd, dit was dan mijn kijk op het aandeel van Tesla. Ik ben ook zeker benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt en laat het altijd weten via de reacties onder deze video. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen. Wil ik jou bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.